Hoi, welkom bij deze speciale video. Mijn naam is Jorn en ik neem jullie mee terug de tijd in. Hier begon het wel een beetje te groeien bij ons beiden, om samen video's te maken. Achteraf is het geen documentaire, maar vlog, maar we hebben er gewoon een heel leuk ding van gemaakt. Vandaag bestaat Dayo namelijk 7 jaar. Hier begon het allemaal, op de RSG. Dante en ik zaten bij elkaar in de klas. Op een dag moesten wij samen een e-mailadres aanmaken voor een bepaalde opdracht. Nou, je raadt het al, we hebben een e-mail aangemaakt die we dus ook gebruikten voor ons YouTube-kanaal. Op dat moment dat we dat moesten doen, had ik zelf persoonlijk al een YouTube-kanaal. Maar Dante was ook wel geïnteresseerd in het maken van video's. In de eerste klas, al voordat we deze e-mail aan moesten maken, hadden we al samen een video gemaakt. Dit is nou echt een stuk beter dan vroeger. Ja, ik had bij 40 of zo. Ja, de RSG Run. Hier begon het wel een beetje te groeien bij ons beiden. Om samen video's te maken. En dit gebeurde ook. Op 21 oktober 2014 maakte ik het kanaal Dayo Games aan. Dit is hetzelfde kanaal als nu, maar dan met een andere naam. Op 22 oktober uploaden wij onze eerste video. Dat was een Minecraft Survival aflevering 2. Aflevering 1 is daarna pas online gekomen. Ja, dat was de logica van ons toen. Aan het begin maakten we eigenlijk alleen maar gamevideo's. Ik had nog geen goede camera, Dante wist niet van editen. Dus wij gingen gamevideo's maken. Dante heeft wel gamevideo's gemaakt. Editen deden we toen de tijd niet. We uploaden ze gewoon. Bij de vlog van de aflevering denk ik dat ik heel wat durf. Zo dat dan. Ja, hallo kijkers van DJG. Dayo Games. Yo mensen van Dayo Games, heel leuk dat jullie kijken naar deze spiksplinter nieuwe Sims aflevering. Is dit niet creatief opgelost of is dit nou niet creatief opgelost? Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. God, ik kom open to you, is dat goed? Of is dat not goed? Nee, kijk uit, hij folks. Mensen, we zitten weer in het volgende potje. En dit keer. Ja, oké. Okay. Een beetje leuk. En wacht, kijk ook nog even naar Maar na een jaar gamevideo's maken, begon het bij ons wel te kriebelen om echte video's te maken. Real life video's, met een camera. Gelukkig kregen we in die tussentijd nog een nieuwe schoolopdracht. Voor biologie. We moesten een video maken over botbreuken. We hebben een video gemaakt, dat heette De Inbraak. Maar het ging eigenlijk helemaal niks over botbreuken. We hebben gewoon lol gemaakt. En we hebben ook gewoon een voldoende gekregen voor de moeite. Dat is echt wel. Als we doorspoelen naar midden 2015 zijn we begonnen met echt van de real life video's maken. We zijn begonnen met een roadtrip video. Hier is eerst een trailer van online gekomen en daarna de echte video. In die video zijn we gewoon hier achter bij mij het huis de spoor afgelopen en weer terug. En dat noemden we toen roadtrip. We hadden allebei geen rijbewijs, we hadden geen zin om heel ver te fietsen. Dus we dachten we improviseren we wat en we zien wel waar het strandt. Naast deze roadtrip hebben we ook een andere video gemaakt. We zijn voor het eerst naar een verlaten gebouw gegaan. De AVB in Ter Apel. Nou ja, verlaat een AVB Ter Apel. Nou mensen, we gaan vandaag iets vet cool doen. We gaan vandaag in een oud fabriek van Ter Apel. En wat is het plan? Echt geen flauw idee. We zijn toen een tijdje doorgegaan met real life video's, maar dat waren vooral challenges zoals een 10 seconden challenge, een crossbar challenge, een, nou noem maar op, social challenges. Maar daarna zijn we toch weer teruggevallen naar het game. We zijn Minecraft Survival weer op gaan pakken, we zijn andere games gaan proberen. Dat was ook gewoon omdat het makkelijker was om te maken. Toen wij in 2017 een pand kregen waar wij elk weekend in konden zitten, met vrienden vooral, begon het wel weer te groeien. We hadden weer zin om video's te maken in het echt. Ik had altijd de camera bij me, ik ben altijd mensen gaan filmen zomaar. Gewoon, ze weten dat niet alles online komt, dat is mooi aan onze vriendengroep. Ruzie met de muren. Ja, toch? We zijn er wat kon bedenken. Ruzie met de muren. Mooi. Ik denk dat we een hele presentatie gaan voorbereiden. Ik ga een boek schrijven. Yeah! Van yeah!
helemaal in dat pand aankwamen, hadden we eigenlijk gelijk een idee om een serie te maken. We zaten in een huis die helemaal leeg was, waar we helemaal ons eigen smaak in konden richten. Dus wij dachten, het Drielandenhuis. Dat was een serie die ik samen met Dante en Tim bedacht hebben op een avond en we zijn hem ook gelijk gaan filmen. Dat was tot nu toe wel een van mijn leukste projecten om te doen, omdat het gewoon echt was hoe wij dat 2 jaar daarvoor op school deden. Gewoon alles improviseren. Maar ze hebben wel een hoofdlijnidee, 3 landenhuis, 3 verschillende nationaliteiten. Zo zijn we toch weer begonnen met onze eigen ideeën uitvoeren voor de camera, wat ons toen heel erg bevallen is. Ik heb helemaal een verhaal van Maria. Wat is er? Ik nog de hele dag. Maria met mijn kind. Weet je, het is gewoon hard werken in de reality show aan Disney. En meneer, hoe voelt u zich hiermee? Fucking kut. Wat jij dan? Ja, maar. Oh, joh. Waarom moet jij even... In het winkelpand, zo noemen we die plek, zijn we ook als team gaan werken. De vriendengroep was, nou, 1 keer per maand sowieso daar samen. We bleven dan een heel weekend en zo kregen we ook ideeën om weer video's te maken. Zo zijn we samen als team een avondje gaan zitten en kwamen bij de Roga's. Denk jij dat ik schoen kwijt ben? Nou! Ja. Ik kan misschien toevoegen over het vliegtuig van oké, over 1 uur. Oké. Van uur zijn. Vliegtuig gaat om 3 uur. Ik ben er. Ja. En dan komt, wil ik ook van dit perspectief hebben dat ik voor als ik word een keer of het jouw beeld niet goed is om mij naar de hoofd kunnen switchen. Doe maar weer eens los in Jan. Ja, ga maar lopen. In 2018 zijn we iets anders gaan doen. We zijn minder gaan uploaden. We zijn veranderd van naam. We zijn van Dayo Games naar Dayo gegaan omdat we eigenlijk gewoon niet meer gameden. Wel ben ik doorgegaan met filmen. Ik heb vooral heel veel privébeelden opgenomen. We zaten alsnog elk weekend in het winkelpand, maar we deden eigenlijk niet meer echt per se dingen voor YouTube. We hadden gewoon geen inspiratie. We gingen gewoon door met wat we deden. En als we een keer een leuk video idee hadden, dan gingen we die opnemen. 2018 was ook het jaar waarmee ik met Dante op vakantie ben geweest. Ik ben met hem naar Zwitserland geweest. Hiermee zijn we samen in de trein naar Zwitserland heen en weer gegaan om bij mijn ouders op de camping te staan. Dit hebben we natuurlijk allemaal wel vastgelegd en in een 4-delige serie online gegooid. Nou ja, serie in een 4-delige vlog online gegooid. Dit was een van mijn leukste vakanties ooit en ik ben ook blij dat het eigenlijk allemaal op beeld staat, want ik kijk het af en toe nog steeds terug en denk van, oh ja, dit was gewoon echt leuk. Kijk, bij jullie eerste plaatsen, nee, dat dacht ik niet, hè. Nee! Woehoe! Daar is Dante. Oh ja, hij is nieuw dit. Ja, ik ben nieuw. Hoe laten mensen weten hoe klein ze waren? We zetten gewoon een veel te kleine deuren neer, waardoor iedereen gewoon hoofdpijn op het heen. In 2019 heb ik mijn eerste Dayo Original gemaakt. Dit was voor mij de naam van eigenlijk iets wat ik compleet zelf bedacht en gemaakt heb. Dus in 2019 heb ik een documentaire gemaakt over Gerwin. Ik ben toen met hem naar Zwitserland geweest en ik heb hem eigenlijk gewoon gevolgd met de camera. Achteraf is het geen documentaire, maar een vlog. Maar we hebben er gewoon een heel leuk ding van gemaakt, waardoor we het nog steeds gewoon een documentaire noemen. Wat is een documentaire? Ach, één goed teken, we zien er niks van. Als we gaan, gaan we allemaal voor. Oké, ik heb net Freddie Mercury voor de... Even een gangster lopen, hè? Ja, ik film hoor. Bater, bater! Bater! Eind 2019, begin 2020 hebben we nog een nieuwe video opgenomen. Dayo Alone. Het was een sketchvorm van Home Alone. En hier hebben we onze eigen ideeën in de scènes die al bestonden van de bestaande film gemaakt. Dat is nacht. Ga maar naar beneden, maar naar beneden. Ga maar door dan. Stem.
begin 2020 begon goed met video's maken. Ik ben naar een verlaten plek geweest met Dante. Ik ben gaan vloggen. Ik ben eigenlijk alles vastgelegd en ook online gegooid. Het beviel ons heel goed. We konden elke maand een video online krijgen. We waren lekker bezig. Maar toen kwam corona. We konden elkaar niet meer zien in het echt, waardoor we geen echte video's meer konden opnemen. Toen zijn Dante en ik op een dag bij elkaar in een Discord call gaan zitten en hebben voorgesteld om een podcast te gaan beginnen. Ondanks we toch niet bij elkaar konden zitten, konden we via Discord wel een podcast opnemen. Dat hebben we gedaan. Eén pot nat. In deze podcast zijn we gewoon 45 minuten lang gaan lullen over ons leven, over dingen die we willen, over dingen wat we gedaan hebben. En gewoon zo min mogelijk over corona hebben. Dit is goed bevallen, want in 2021 hebben we nog één gedaan. En toen zijn we vooruit gaan kijken en achteruit gaan kijken. Dus we zijn terug gaan blikken op 2020, maar ook wat we in 2021 zouden willen doen. En dus we deden dan al elke keer, ja. Ze lopen weer gelijk. En dan 5 seconden later, kut, hij loopt niet meer gelijk. Nou, dat was vrijdag en wij gingen natuurlijk niet naar huiswerk. Maar dan ging ik gewoon met Jorn mee naar het huis. Dus qua vloggen was hartstikke gezellig, maar jullie denken dat we daar van tweeën op ons eigen plekje zaten. Ja, de hele dag Uno, knakworst te maken. Kijk, ook het punt van, in Nederland zijn we te bang, denk ik. Om... We weten niet hoe over 3 maanden de wereld eruit ziet. Ik heb geen idee. We zijn één Zwitser wel kwijtgeraakt in deze periode, dat is meneer Van Hekken. Na de zomervakantie ben ik begonnen met mijn eerste echte, complete videoproject, wat ik helemaal voorbereid heb. Ik ben 3 weken bezig geweest om voorbereiden en 3 dagen bezig geweest met filmen. Ik heb een documentaire gemaakt over Dante. Dante is vaak in zijn leven verhuisd als kind. Waardoor hij veel vrienden verloren is, maar ook veel mensen heeft ontmoet. Dit leek me best interessant om hier een documentaire over te maken. Ik ben met hem dus teruggegaan naar de plekken waar hij gewoond heeft, waar hij op school heeft gezeten en waar hij nu woont. Hij ging best goed. Best goed. Ja. Voor het eerst in een lange tijd dat ik me echt wel weer veilig voel op een plek waar ik wel zeker weet dat je zegt dat ik er lange tijd ga zijn. Ik weet nog, toen ik hier op school zat, ben je goede jaren, slechte jaren, goede tijden, slechte tijden. Nu draaien. En zeker dat jij erbij was, was gezellig. Ja. Kut. Dit gaat de verkeerde kant. Dat was dus mijn tweede Dio Original. Maar dit keer was het wel echt een documentaire. Na die documentaire hadden we best wel veel zin om weer video's te maken, maar helaas zat school slash werk ons gewoon in de weg. Waardoor we gewoon niet meer samen video's konden maken. Gelukkig had ik in december nog wel de tijd gevonden om samen met Tim een video te kunnen maken. Dat is een video die ik eigenlijk heel lang wilde maken, maar nooit echt van gekomen is. Het was een kerstspecial. Dat jaar stond natuurlijk compleet in het teken van corona, dus hebben we er een corona special van gemaakt. In 2021 probeerden wij iets anders. We gingen alleen nog uploaden wanneer we echt tevreden over een video waren of wanneer we echt zin hadden. Dit betekende dus bijna geen video's, maar wel gewoon doen wat we wilden. Door dit zijn er dit jaar dus veel minder video's online gekomen. Maar wel veel meer beelden geschoten. Ook heb ik heel veel beelden geschoten dit jaar privé. Ik heb complete video's geëdit, maar die zien jullie niet online staan. Dit komt omdat dit eigenlijk video's zijn die ik wel helemaal wou editen, maar iets bij had van ja, dat zijn video's voor mezelf die ik over een paar jaar terug kan kijken. Waar ik dan wel op terug kan kijken van wow, die heb ik leuk geëdit. Goed, dit was het verhaal van 7 jaar Dio. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en hopelijk zie ik jullie bij de volgende video. En zoals we altijd zeiden, laters.